Thuis heb je iets om op te hangen, maar je hebt vaak het probleem van welke plug gaan we gebruiken en welke ondergrond hebben we. In deze uitzending gaan we dit grondig gaan bekijken. Voor je beslist welke plug je gaat gebruiken, is het belangrijk om te weten uit welk materiaal de wand of het plafond bestaat. Er zijn heel wat verschillende bouwmaterialen, van bouwstenen tot plaatmateriaal. Een eerste, erg populair bouwmateriaal is gipskarton. Dit plaatmateriaal bestaat uit een kern van gips met aan beide zijden een kartonnen laag. De plaat is 9 à 12 mm dik, dus bij het boren schiet je boor vaak plots door. Het witte boorstof herken je omdat het een beetje plakkerig is. Deze witte steen is cellenbeton, een lichte, goed isolerende bouwsteen. De steen is niet erg hard, boren gaat zeer vlot en regelmatig. Het levert een droog, erg fijn poederachtig boorstof op. Heel wat muren zijn opgetrokken uit snelbouwstenen. De rode steen bestaat uit gebakken klei. De rasterstructuur beperkt het gewicht, maar behoudt de stevigheid. Bij het boren kan je soms doorschieten, afhankelijk van waar in het rooster je boort. Het fijne rode boorstof is duidelijk herkenbaar. Een ander materiaal voor snelbouwstenen is beton. Ook die kunnen hol opgebouwd zijn. Bij het boren merk je het meteen. Boren in beton gaat heel wat minder vlot. Het boorstof is grijs en korrelachtig. Er bestaan ook huizen in houtskletbouw met wanden uit OSB. Deze laten we hier buiten beschouwing, want er is vaak geen plug bij nodig. Je kan er namelijk rechtstreeks in schroeven. Kijk maar eens naar het verschil met gipskarton. We bekijken nog even het gereedschap dat je nodig hebt om gaten te boren in de muur of het plafond. Op zich maakt het niet uit of je voor een gesnoertoestel kiest of voor een op accu. Let er wel op dat je een hamerboorfunctie hebt, want dat is niet altijd het geval bij lichtere schroefboormachines. Wie in beton wil boren, kan ook kiezen voor een slagboormachine met SDS-kop. Die zal sneller boren in beton, maar het boorgat wordt minder net. Qua boor kies je voor een steenboor. Een steenboor heeft geen scherpe punt of snede. Het boren gebeurt door de trilling. Vergelijk eens met de houtboor. Die heeft een scherpe punt. Of met een betaalboor. Die heeft een scherpe snede. Let op. Wie in keramische tegels moet boren, kiest voor een tegelboor met diamanten kop of voor een glasboor met hardmetalen punt. Voor gipskarton heb je verschillende mogelijkheden. Universele pluggen, schroefpluggen of spreidpluggen. We gaan eerst de universele pluggen toepassen. Waar let je op? Lees op de plug of op de verpakking de boordiameter af. De boordiameter is vaak iets ruimer dan de diameter van de schroef, maar ook die kan je aflezen. Let er ook op dat je schroef lang genoeg is. Je schroef moet verder komen dan het einde van de plug, ook als je nog dikkere voorwerpen moet bevestigen. We gaan deze kapstok tegen onze testmuur hangen. Eerst waterpas de positie aftekenen en dan boren. Met enkele tikken slaan we de plug in. Bij het indraaien van de schroef merk je dat de plug een knoop vormt, zodra de schroef het einde van de plug heeft bereikt. Daarmee hangt de kapstok stevig vast. Er kan heel wat gewicht aan.
Een tweede soort pluggen voor gipskarton zijn deze schroefpluggen. Je hoeft niet te boren. De punt vindt zelf zijn weg in het plaatmateriaal. Draai dan gewoon je schroef of je haakje vast in de plug. Maak je geen zorgen om de boorpunt, die maakt wel plaats voor de schroef. En dan hang je probleemloos een kader aan de haak. Ook iets met een groter gewicht vormt geen probleem. Nu kijken we naar de spreidpluggen. Eerst deze metalen tuimelplug. Die heeft twee geveerde vleugels. Boor een gat dat ruim genoeg is om de vleugels door te steken. Ze klappen open zodra je ze door de opening steekt. Daarna schroef je het geheel vast. Dit soort pluggen wordt vaak gebruikt om een luster op te hangen. Je schroeft dus even het kopje los en monteert dan de bevestiging. Ook nu testen we eens met een groter gewicht. Daarom hangen we een plank met twee haakjes tegen het plafond. En ja hoor, het draagt genoeg gewicht. Op de verpakking lees je het maximumgewicht af. Voor een OSB-plaat is dat maximum nog heel wat hoger. Als laatste plug voor het gipskarton gebruiken we deze kunststof spreidplug. Het boorgat is iets kleiner in vergelijking met de metalen plug. Steek de plug in de opening en span de kraag aan door die over de vertanden greep tot aan de opening te schuiven. Breek de greep af als de kraag op zijn plaats zit. Daarna kan je een haak, een schroef of een draadstang vastdraaien. Kijk hoe de plug zich vastklemt aan de draad. Deze plug kan grote trek- en schuifkrachten aan. Je hangt dus zonder problemen een keukenkast op bijvoorbeeld. Ook voor een vol materiaal als cel en beton zijn er verschillende mogelijkheden. We bekijken eerst het chemisch anker. Wil je een chemische verankering toepassen in cel en beton, dan is het belangrijk een boorgat te maken dat achteraan breder uitloopt. Zo'n gat maak je met een konusboor. Dan is er de injectiemortel. Die bestaat uit twee componenten. Je hebt dus een gepast pistool en een mengtuit nodig. Spuit eerst wat op een stukje resthout tot je merkt dat de twee componenten mooi gemengd zijn. Plaats vervolgens de huls in het boorgat en spuit de opening vol met de injectiemortel.
Breng de draadstang in de opening. Dit doe je met een voorzichtige draaibeweging. De injectiemortel wordt snel beenhard. De draadstang zit stevig verankerd. Een andere optie, typisch voor volle materialen, is de spreidplug. Controleer op de verpakking de boordiameter en de boordiepte. Na het boren kan je de plug in de opening inbrengen. Door de plug aan te draaien met de zeskantsleutel spreiden de vleugels uit en klemt de plug zich stevig vast. Ook hier kan draadstang met metrische draad ingebracht worden. Aan de draadstang kan je dan bevestigen wat je wil. Een houten balk met gewichten, zoals in onze testopstelling, maar evengoed een zonneluifel of een tv-beugel. Om lichtere gewichten op te hangen, kan je opteren voor deze cellenbetonplug met spiraalvormige ribben. Die is een stuk sneller in gebruik. Je tikt die gewoon met een hamer in het boorgat. Blijf kijken. Straks tonen we de juiste pluggen voor snelbouwstenen en beton.